Goedenavond. Ik heb gehoord dat de burgemeester van Bergendal geen Groesbeks kan. Dus ik zal gauw overschakelen op het Nederlands. Goedenavond. Geachte edelachtbare burgemeester Slinkman, aanwezige wethouders, raadsleden, dorslustige hoogheden en iedereen hier aanwezig. En natuurlijk ook een hartelijk welkom aan de kijkers van Omroep Bergendal thuis. Wat een eer om hier het woord tot u te mogen richten. Wij dachten, wat de burgemeester kan, dat kunnen wij ook, maar dan beter. We kunnen geruststellen dat carnaval verbroedert. Dat wat de politiek niet lukt, doen wij in een handomdraai. We brengen partijen uit het hoog en het laag dichter bij elkaar. We werken eensgezind aan een gezamenlijk doel. En bovenal doen we dat in een goede en gezellige sfeer. Hoe anders is dat hier tijdens de raadsvergadering op donderdagavond? Nee, geacht college, er valt van ons nog veel te leren. Ik had onze gewaardeerde burgemeester graag een stageplaats aangeboden deze dagen, maar ik begrijp dat hij geen carnavalist is. Wat jammer dat dit volksvermaak aan zijn aandacht ontsnapt. Wij nemen jullie graag mee langs een reis door alle kernen van de gemeente Bergendal. Want in de gemeente Bergendal is nog veel meer te beleven dan wat u ons heeft laten zien tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Malle Molen. Gaat u mee? Want er kunnen ook veel meer hoogheden in één brandweerauto dan u heeft laten zien tijdens de nieuwjaarsreceptie. Kom jongens, dit duurt veel te lang. We gaan vast die sleutels halen. Ja, dat is die sleutel. Kom met die sleutel. We willen de sleutels! Wat zijn jullie aan het doen? We willen de sleutels hebben! Wegwezen! Hier is de politie! Shit! Politie! Oh, politie! Oh, politie! Politie! Goedenavond, narren en narinnen. Welkom in Bergendal. Bergendal, het dorp waar ik geboren, getogen ben, waar ik ook trots ben op het feit dat ik daar de scepter mag zwaaien deze dagen. We staan hier voor het Kersterdal, wat deze week wordt omgetoverd tot Geitendal, het carnavalstempel van de Berggeiten. Ik neem jullie graag mee naar de mooiste plekjes van het dorp. Gaan jullie mee? Kom op. De school, waar ik ook heb gezeten. High five! Allemaal, ga je lekker spelen jongens.
Nou, ik hoop dat jullie een mooie impressie hebben gekregen van de mooiste, voor mij de mooiste plekjes van Bergendal. Ik ga een biertje drinken. Fijne carnaval allemaal. Doei. Welkom in Beek, een dorp wat geen toevoeging nodig heeft, gewoon Beek. We zijn hier op een van de mooiste plekken in het hart van Beek. Uitzicht op het kerkje, het beekje en de horeca. Voor een klein dorp een bescheiden kern. We zijn groot geworden door klein te blijven. Beek was lange tijd het afvoerputje van de gemeente. Maar nu met de nieuwe rioolbuizen lijkt dat in orde. Toch, veel dorpelingen zeggen, water werkt maar bier beter. Want, jammer genoeg, staat met regenval het water bij enkele dorpsgenoten al snel tot aan de lippen. En bij sommige dorpsgenoten is dat natuurlijk wat eerder het geval. Van natuur naar cultuur. Ik sta hier bij het prachtige Cultuurhuis in Beek, gebouwd door en voor de verenigingen. Alleen, er komen nu enorme stijgingen van de huren aan. En hier ook stijgt bijvoorbeeld het water voor de schutterij tot de lippen. Dat schiet toch niet op? Wellicht kunt u wat voorschieten, meneer Slinkman. Of hebt u daar misschien een te kleine beurs voor? De jeugd heeft ook een kleine beurs. Daarom sta ik hier bij Ebbers. Zij geven paardrijlessen aan de jongeren in onze gemeente. Maar ook zij bieden ruimte aan carnavalsvereniging Macht door de Beugel om te kunnen bouwen. En ik wil helemaal geen gegeven paard in de bek zien. Maar als ik me ergens groot voor wil maken, dan vind ik dat hier een rol ligt voor de gemeente. In Groesbeek is het al geregeld. Die mogen 5 jaar lang weer bouwen. Maar in de pollen hier is er helemaal niks. Het mooie van Beek is natuurlijk de beek. Het was schoon, het kabbelt eeuwig voort, het is de bron. Een bron die we moeten beschermen. Niet volbouwen zoals ambtenaren willen die voor rekenen gezakt zijn. Maar koesteren en samen vieren dat we op zo'n mooie plek wonen. Of in elk geval mogen bezoeken als de huizenprijzen ons tot hier zitten. Alaaf. Goedenavond, burgemeester, hoogheden en alle andere aanwezigen. U ziet het, prins van het Vussendom. Ja, dat ben je niet in het weekend, dat ben je gewoon 24-7. Burgemeester, u stond tijdens uw speech voor de nieuwjaarsreceptie ook op deze dijk om de mooie plekjes van Ooi te laten zien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ons industrieterrein ook heel leuk vind, maar er is natuurlijk nog veel meer Ooi's moois en daarom staan we ook hier. We hebben hier een bekend stukje van de Ooi. Vele mensen ook buiten de Ooi kennen dit. En dat is aan deze kant onze biezenbaai. Maar natuurlijk hebben we ook Oortjeshekken hier achter mij. En burgemeester, weet u trouwens waar de naam Oortjeshekken vandaan komt? Ja, dat geeft niet, dat weten wij ook niet. We zijn wel lekker bier. Overigens, beste burgemeester, sta ik hier natuurlijk niet zonder reden in deze outfit. Ik ben natuurlijk al druk aan het oefenen voor het Ooise ommetje, wat straks in november weer gaat plaatsvinden. Ik wil natuurlijk niet als een soort chocoprins achteraan hollen. Dus vandaar dat er gewerkt moet worden. U zult verheugd zijn te horen dat ik ook al startnummers heb geregeld voor alle hoogheden en uiteraard ook voor u. Dus ik verheug me al om jullie allemaal in november te zien. We staan hier bij het transformatorhuisje in de Ooipolder. En deze was nodig voor het spoor, voor het vervoeren van de klei naar de steenfabrieken. En ja, ze zeggen wel eens, vroeger was alles veel beter. Maar u ziet, hier werkten ze vroeger ook al onder hoogspanning. Inmiddels ben ik weer doorgelopen. En we zijn nu beland in het hart van ons mooie dorp. Hier op het Renier van Ooiplein staat het standbeeld wat belangrijk is voor de Ooi. Het is hierachter de ballenmaker. De ballenmaker was zeer belangrijk in het proces van de stenen maken. Van de ballenklei werden de stenen gebakken, waarmee onder andere dit mooie dorp is gebouwd. Mijn vrouw die bakt nu nog wel eens een cake die veel weg heeft van het mooie traditionele beroep. En die net zo hard is. Beste burgemeester, het is natuurlijk hartstikke leuk om met zijn brandweerauto
door alle dorpen hier in de polder te rijden. Maar als prins van Ooi wil ik toch ook even het milieu op de kaart zetten. Hier in de Ooi laten we dus de brandweerwagen staan en gaan we op milieuvriendelijke wijze door naar het volgende dorp en de volgende spreker. Voor nu wil ik u graag een fantastisch carnaval wensen en alaaf. Jurgen, we gaan! Dan kunnen ze wel zien dat de adjudant die zit gewoon achterop. Die doet pot, vind ik helemaal niks. Hoi, ik ben Prins Henk, de Verspaner. En de vraag deze carnaval is natuurlijk, wat is een Verspaner? Is dat A, een Spaanse vertaler? Is dat B, iemand met een pannetje soep? Of is het misschien C, dat onze voorzitter een beetje last heeft van dyslexie en de N heeft vergeten? Het goede antwoord is natuurlijk D, een machinedraaibankwerker natuurlijk. Maar je kunt mij natuurlijk ook anders noemen. Je kunt mij natuurlijk ook Prins Henk de 50er noemen. Ik ben zojuist 50 geworden, een oude wijze prins dus. Eindelijk wijsheid in het gemeentebestuur. Maar eerlijk is eerlijk. Dankzij de gemeentesubsidie hebben wij een geweldige feesttempel gekregen hier in Leut. De vriendenkring, helemaal aangepast voor oude prinsen zoals ik. Zo kan ik de zaal met een rollator betreden en het podium op met een lift. Maar je kunt me natuurlijk ook Prins Henk de Zonnige noemen. Ik zoek graag de zon op, ik leef op zonne-energie. Ik ben dus een duurzame en energiezuinige prins. Gelukkig schijnt en leukt vaak de zon. Zo hebben we een hartverwarmende club, de sokkennummers en een voorzitter Willy, het zonnetje in huis. Je zou kunnen zeggen dat Leut het dorp is met de meeste zonneuren in de gemeente Bergendal. Mijn leuze is dan ook, zoek de zon op, dat is zo fijn, want in Leutengat, daar moet je zijn. Alaaf, alaaf, alaaf. Beste Mark, na deze geweldige woorden van Henk de Verspaner, als de brandweer door naar Boemelgat. Het blijft het hart van de Gelderse Poort. Hoe mooi Millingen is, behoeft niet benoemd te worden. Als je Millingen kent, heb je dat al lang ervaren. We staan hier voor een prachtig gemeentelijk monument, waar elk jaar traditioneel de schuttersfeesten worden gehouden door een van de schutterijen die Millingen kent. Dat Millingen aan elkaar hangt van tradities is een groot gegeven. Een bijzondere traditie is uiteraard het bezoek van de burgemeester bij een 60-jarig huwelijk. Helaas voor het bruidspaar Kievits kon u niet op Oudjaarsdag hier aan gehoor geven, terwijl u redelijk kort bij was bij het kabietschieten in de Ooi. Ik ga ervan uit dat u het niet bezwaarlijk vindt dat ik vooruitlopende op deze sleuteloverdracht al een gedeeltelijke invulling van mijn functie tijdens de carnavalsdagen heb gegeven. Ik heb namens u een bezoek gebracht aan de Diamanten Bruidspaar. Dit is uitermate op prijs gesteld door het bruidspaar. Ja Mark, zo blijft er gelukkig een mooie traditie in Millingen in ere. Dat een burgemeester altijd druk is, is zeker merkbaar, aangezien er 8 prinsen en prinsessen voor nodig zijn om jouw taken tijdens de carnaval over te nemen. Vanuit Boemelgat gaan we snel door naar het Keulen van Gelderland, naar prinses Marie-José. Van harte welkom op de Horst, hier bij de residentie van Net Echt, de Slenk. Voor velen was de verrassing compleet toen ik op 24 november bekendgemaakt werd als prinses de 9e bij Net Echt.
Toen het echt mij benaderde of dat ik prinses wilde worden bij hen, ging daarmee voor mij een lang gekoesterde wens in vervulling. Ik vind het ook heel bijzonder dat ik prinses mag zijn bij Net Echt. Mijn ouders hebben hier, onder andere bij paardrijvereniging Jeanne d'Arc, een verleden. En wat had ik dit seizoen nog graag met hen gedeeld. Mijn prinsessenschap bij Net Echt geeft meteen aan dat de ontwikkeling van het carnaval in het Keulen van Gelderland de laatste jaren verder en verder gaat. De feestneus en Net Echt groeien naar elkaar toe en het SOC manifesteert zich als overkoepelend orgaan van alle carnavalsverenigingen in het Keulen van Gelderland. Het Keulnisch Wasser vloeit nu ook rijkelijk de polder in. Gaat u met me mee? Ik laat u graag de bijzonderheden van de horst zien. Hey Marie-José. Hey Lars. Hey, ik hoorde dat je ging filmen op de horst. Zal ik even met je meelopen? Ja, graag. Dat kunnen we misschien gelijk aan de mensen laten zien. Dat de samenwerking tussen Net Echt en de feestneus steeds belangrijker wordt in het Keulen van Gelderland. Zeker waar. Kom Lars, dan laat ik je even je voorganger zien hier in de thuishaven van Net Echt. Hennie Albers. Hennie Albers, Ummenie de 58ste. Kijk eens. Get niet? Dat bestaat niet. Doe maar gij in elk geval. Op de horst, ja, dat vinden we blij. Zoals jullie zien zijn we nu bij het hondje van de horst. En zoals bekend heeft op de horst niemand dorst. En dat komt dus door dat hondje. Nu is er in het dorp ook een hondje, maar die redt het dus echt bij lange na niet ten opzichte van dit hondje. Deze is veel mooier. En dat zullen we jullie zo meteen ook zeker laten zien. En dan schutterij Sint-Hubertus met de jaarlijkse strijd om de schutterskoning. Begin september ligt het volk letterlijk aan zijn voeten. En 4 dagen lang duurt het feest dat nauwelijks onderdoet voor de carnaval. Lars, koningsschieten, niks voor jou? Als jij meedoet, dan doe ik ook mee. Laten we er nog maar een nachtje over slapen. En dan hier de kerk van de horst. Ik heb ondertussen wel zin in een biertje. Nou. Kom. Zo. Nee. Toch niet. Toch niet. Jammer. Halen. DVSG, ook zo'n iconische naam op de horst. Zij geven handen en voeten aan de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. DVSG ziet ook het belang van samenwerken. En zij zijn samen met de jeugd een samenwerkingsverband aangegaan met Germania. Op de Sekkenberg. Zo zie je maar weer, Lars, hoe belangrijk het is om samen te werken. Nee! Mis. Hij was mis. Dan het Horster Korfbal. Wie is er niet mee opgegroeid? De club staat bekend als een gedegen tegenstander. En ze zijn bekend om hun strenge toelatingsbeleid. Wat zie ik daar? Lars? Nee, Lars. Lars. Een worst, dan geen lid van de Horst. Ja, persoonlijk heb ik wel iets met worst. Dit was het in ieder geval op de horst. Lars, zal ik jou maar even naar de Stekkenberg brengen? Ja, graag. Lijkt mooi. En we zien jullie graag terug morgen bij de kinderoptocht hier op de horst. Alaaf! We zijn hier weer bij een ander mooi plekje in Groesbeek. We staan binnen bij uitgaanscentrum De Linde, waar ik op 16 november 2018 door het doek hier achter ben gesprongen als DJ en uitgekomen ben als Prins Ummenie de 59ste van de feestneus uit Groesbeek. Een kleine jongensdroom die daarmee uit is gekomen, dat ik als Prins Ummenie de scepter mag zwaaien over het Keulen van Gelderland hier in Groesbeek. We gaan er met z'n allen een hele mooie carnaval van maken en dan gaan we nu eerst nog eventjes langs een aantal andere plekken in Groesbeek. Hey Marie-José, wat leuk dat onze wegen hier weer kruisen. Welkom bovenaan de Stekkenberg, ook wel het Kruis genoemd. De Stekkenberg natuurlijk de plek waar de feestneus vandaan komt. En het Kruis hier start op zondag de grote optocht door het Keulen van Gelderland heen. En met deze dagen dragen we samen het Kruis. We staan hier op de Koekeleklef. Onlangs is dit mooie plekje nog volledig gerenoveerd. Burgemeester Slinkman, daarmee bent u waarschijnlijk de eerste burgemeester die zijn inwoners een trap verkoopt. Vroeger is er ook nog een mooi liedje over de Koekeleklef gemaakt. Ken je die? Ik ben getrouwd met een Stekkenberger, natuurlijk. Kijk, zullen we hem eventjes zingen? Gezellig. Kom maar. Spullen in die Jan als mannekes van 12 jaar.
De prairie, daar was het Germania vaals. Door vochten we met mekaar. Burgemeester, als u nu goed uw best doet in ons mooie Groesbeek, dan wordt er misschien naar u ook nog wel een klein straatje vernoemd. Wel een heel klein straatje. Het burgemeestertje Slinkmanstraatje. En dan misschien voor jou, Marie-José, zo'n mooi doodlopend paadje. Het zou wel toepasselijk zijn. Ja, welkom hier in het centrum van Groesbeek. Het Marktplein, het centrum, inclusief het Marktplein, is de laatste jaren natuurlijk al mooi opgeknapt. Maar het Marktplein blijft toch op zijn mooist op het moment dat de grote feesttent van het SOK hier midden erop staat. Dat en dan, En dan zullen wij maandag en dinsdag er eens voor gaan zorgen dat de mensen hier in het gemeentehuis ook wakker blijven. Zie je nou wel, Lars? Deze hond is lang niet zo mooi als ons hondje op de Horst. Het hondje op de Horst is zeker veel mooier. Mooie plek, hè, hier, dat Marktterrein. Mooie plek, ja. We staan hier op het Nessutterrein. Geweldig dat onlangs de vergunning nog met 10 jaar is verlengd. Van de buitenkant zien deze schuren er toch iets minder mooi uit dan alle creaties die hier binnenin worden gemaakt. Geweldig dat jong en oud hier uit Groesbeek van het vierend carnaval zich hier terecht kunnen en mooie creaties hier neer kunnen zetten. Het verbroedert en het brengt iets heel moois met zich mee zondag met de optocht. Absoluut. En inderdaad, Lars, wat je zegt, die verbroedering, dat zie je hier heel erg goed. De verenigingen lopen over en weer naar elkaar. En volgens mij zijn het niet alleen Groesbeekse verenigingen. Want volgens mij toen we erop reden zag ik een heel groot bord van de Berggeiten. Marco van de Berggeiten komt hier ook nog wel eens voorbij. Wij vonden het hartstikke leuk om jullie rond te leiden in ons mooie Groesbeek. En we zien jullie graag terug met de carnaval in de Skeulen van Gelderland. En laat dit jaar met carnaval niets aan je neus voorbij gaan. Maakt schik en plezier, je ziet maar ekkes hier. Hallo allemaal, ik ben Esther de Keizerlijke. Wij staan hier bij het Sint-Laurentiuskerkje van Kekerdom. Pareltje van de polder. Het schip is al minstens 900 jaar oud. Jammer dat u Kekerdom niet aangedaan heeft met het nieuwjaarsfilmpje. Het kan natuurlijk zijn dat u was vergeten te remmen hier op de dijk. Waardoor u het dorp al uit was voordat u er erg in had. Volgens de oude kroegbaas Jan Heijmen liggen hier in Kekerdom de schoonste doden. Die worden minstens 1 keer per jaar gewassen met het hoge water. Tegenover de kerk hebben wij een hele mooie parkeerplaats. Zoals je ziet, helemaal leeg. Jammer, want het parkeerprobleem in Kekerdom is heel erg groot. En heel veel bewoners zijn hier al jaren voor aan het strijden om dat probleem opgelost te krijgen. Zou mooi zijn als er eindelijk een goede oplossing voor komt. Hier sta ik in het Hanenhart, met op de achtergrond de Sint-Laurentiusschool en het cultuurhuis. Het cultuurhuis, daar huisvestigt zich ook de schutterij EMM Kekerdom. Ik ben zelf oud-koningin, de huidige keizerin en oud-kringkoningin. Zo ziet u maar, carnaval en schutterij gaan prima samen. Het Hanenhart is een initiatief van de burgers hier. Alleen heel erg jammer dat voor de crisis zouden hier woningen komen. Die staan hier nou dus niet. Jammer, want de jeugd trekt nu massaal het dorp uit. Ze willen graag hier blijven, maar huurwoningen voor hun zijn er niet en de koopwoningen zijn onbetaalbaar. Doordat de jeugd wegtrekt, daar leidt ook het verenigingsleven onder. Dat is heel erg jammer, want nu moeten ze hun heil ergens anders zoeken. En elke vereniging hier in Kekerdom is daar uiteindelijk toch de dupe van. Inclusief onze lagere school. Ik ben de laatste prinses in dit filmpje. Ik hoop dat u ervan genoten heeft van onze bijdrage, zowel als die van mijn collega prinsen en prinses. Ik wens u een hele fijne carnaval. Alaaf.
Bye.